Vandaag is Wereldconsumentendag. Wereldwijd wordt vandaag aandacht besteed aan de rechten van de consumenten. In Suriname heb je de Consumentenkring en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme die deze rechten waarborgen voor consumenten. In het kader van deze dag zijn er twee activiteiten georganiseerd door deze organisaties. Wij van de Straat van Ter Plekke, met name Cedric Spier, en heeft een kort verslag gemaakt van beide activiteiten. Wereldconsumentenrechtendag is voor ons van Handel, Industrie en Toerisme een heel mooi moment om ervoor te zorgen dat we de samenleving informeren over hun rechten en plichten. Maar het is ook een heel goed moment om ervoor te zorgen dat de viering van Wereldconsumentenrechtendag op 15 maart elk jaar dan ook wel wordt gezien als de gelegenheid voor ons om zoveel als mogelijk de informatie daar buiten te brengen ten aanzien van elk van de consumentenbeschermende thema's. Dit jaar is het Trusted Smart Products. En willen we daarbij dan ervoor zorgen dat consumenten zoveel als mogelijk geïnformeerd worden over de gevaren, de mogelijkheden, de opties die ze hebben, maar ook de zaken waar ze op moeten letten wanneer het eigenlijk op smart products neerkomt. Het is altijd heel leuk wanneer je data toegang hebt, de providers je dat geven, er applicaties gemaakt worden, maar er komen ook wel andere zaken bij. Infrastructuur, de kosten die erbij komen. Hoeveel betaal jij als consument voor die kosten? Wat komt ermee gepaard? Heb je dan eigenlijk een unit waar jij je klachten dan eigenlijk kan deponeren bij deze providers? Dat soort zaken zijn van belang. Maar mooier nog, wanneer jij dan participeert en toegang hebt tot data, moet er dan ook wel zijn dat bij de toegang tot innovatie, we noemen het innovatieve zaken, die daar eigenlijk toegang geven tot data, moeten we ervoor zorgen dat de veiligheid daarvan ook wel gegarandeerd wordt. En dat is heel erg belangrijk. Wanneer je dan eigenlijk toegang geeft tot jouw informatie, want je geeft toegang tot informatie als je smart products gebruikt, dan wil je wel ervoor zorgen dat er enige veiligheid aan verbonden is, waarbij je jezelf niet te blootstelt. Daarom zeggen we Trusted Smart Products en a better digital world. Het beste voorbeeld dat ik je kan geven is dus bijvoorbeeld een van de sterkste programma's, Facebook. Het blijkt dat Facebook een platform is. Een platform waarbij tal van applicaties ook wel eraan gekoppeld kunnen worden. Je zal weten dat enige maanden geleden het was gebleken dat je, als je het gebruikte, je toestemming aan ze gaf om te doen wat zij wilden met jouw data. Het was toen ze de nieuwe vorm van Messenger hadden geïntroduceerd. Toen moest je op agree klikken en je gaf toestemming dat de foto's die je uploadde of alles dat je gebruikte, alles dat je had waarbij je ze toegang gaf tot jouw foto's, jouw adressen, jouw contacten, dat zij daar gebruik van mochten maken. Dat is dan eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dat wanneer je applicaties gebruikt, dat jij omgekeerd weet dat jij rechten hebt, maar dat je ook plichten hebt. Plichten om te weten waar het is dat je mee begint. We hebben vandaag gesproken over Trusted Smart Products. De Consumentenkring heeft de Nationale Veiligheid gevraagd om daarover een presentatie te doen. En we hebben gekeken naar de veiligheid van deze producten die we elke dag gebruiken. Hoe veilig zijn ze en hoe veilig gaan wij als consument ermee om? We hebben met de studenten vandaag besproken hoe vernuftig al deze producten zijn. De rollen die wij zelf ook spelen met deze producten als consument. We zien dus dat wij als consumenten heel erg gesteld zijn op ons gemak. We willen het zo gemakkelijk hebben, zo snel mogelijk hebben. We willen connected zijn met de internet en met de wereld. Maar we kijken ook niet altijd uit naar hoe veilig zijn deze producten. En hoe veilig zijn die producten? De producten zijn over het algemeen veilig. Maar we moeten als consument er ook naar kijken. Zijn alle security settings wel oké? Als een product bijvoorbeeld niet de gelegenheid geeft om op te graden, om te updaten. Als je ze niet kan
afsluiten op momenten dat je daar zin in hebt als consument, zouden wij aanraden om ze niet aan te schaffen. Omdat het betekent, elke keer als je weer online bent, dat je informatie wordt verspreid met derden. Door wie, met wie en kan ik dat zelf ook als consument ook afsluiten. Dus we hebben zo'n beetje gedeeld deze informatie met de studenten. Kotak isiwan santap strati en ifentaki aprespari senenkong na IT9 bang 320 potenti 891 3040. Sorry me.